Waarom in godsnaam zouden we een Romeinse kaars verbieden? Jongens, kom op. Pyroteam Delft. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van 2015. Vandaag wil ik het hebben met jullie over de nieuwe regels met betrekking tot de vlijpijltjes en de Romeinse kaarsen. Helaas zijn deze vanaf 2015 verboden. Ja, het zat er al een beetje aan te komen. We weten allemaal dat er vorig jaar van 10 uur naar 6 uur 's avonds de afsteektijden zijn gegaan. En ja, het wordt steeds strenger, geloof mij. Geniet er nog van zolang er überhaupt nog vuurwerk mag worden afgestoken. Want ja, ik voorspel het vorig jaar al, er komen steeds meer regels. Steeds meer azijnzeikers, steeds meer zeikers op het vuurwerk. Hou er gewoon rekening mee dat het gewoon op een gegeven moment gewoon klaar is met het kopen van vuurwerk in Nederland. Ja, kijk, ik heb sowieso hier nog babypijltjes. Ik denk dat ik deze maar bewaar voor een collectie-item. Maar deze zijn sowieso al niet meer verkrijgbaar komend jaar. Die waren afgelopen jaar ook niet meer verkrijgbaar. Alleen, ja, het was nog niet officieel verboden. Maar de leveranciers, de importeurs, zoals Broekhoff en zo, die wou ze niet meer leveren. Omdat ze hadden afgesproken dat die dingen gewoon niet veilig zijn. Dus ja, ik denk een logisch vervolg dat de Romeinse kaarsen ook zouden volgen. En ja, dat is nu gebeurd. Ik denk dat het ook niet lang duurt voordat gewoon het knalvuurwerk eruit is. Daar zijn ze nu al over aan het vergaderen in de Kamer. Dus ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon wordt dat het hier alleen maar sier is. En ja, voor mij en voor hele vele anderen is het gewoon zo dat knalvuurwerk gewoon een deel is van onze hobby. Maar goed, wat moeten we daaraan doen? Het enige wat we kunnen doen is gewoon even een paar kilometer over de grens rijden en wat halen. Want ja, Romeinse kaarsen, wie heeft er last van? Ik bedoel maar, van een Romeinse kaars, als je die gewoon gebruikt zoals wat er op de handleiding staat, wat kan er dan misgaan? Maar ja, er zijn mensen die denken dat het gewoon onveilig is, dat het gewoon aan de Romeinse kaars ligt. Maar goed, daar hebben we al veel over gesproken op YouTube. Het is gewoon zware onzin. Waarom in godsnaam zouden we een Romeinse kaars verbieden? Jongens, kom op. Kijk, er zijn natuurlijk jongens van onder de 16 die daarmee op elkaar gaan schieten. Maar is dat de schuld van de Romeinse kaars? Ik bedoel, onze vriend Extreme Rides die heeft ook al vele video's erover gemaakt. Ja, zo kan je wel alles verbieden natuurlijk. Maar goed, ja, laten wij onze hobby bederven. Ik zeg van niet. Ook al gaat vuurwerk verboden worden, ik denk toch dat wij doorgaan met onze hobby en vooral met YouTube. Het is gewoon zo, ja, ik heb hier sowieso nog een pakje astronauten. Ja, Broekhoff is inmiddels al failliet. Die kon het niet meer bolwerken en ik heb deze bewaard. Vind ik wel mooi, want dit zijn sowieso de astronauten die ik ken sinds dat ik jong ben. Dus ja, nou, sowieso een beetje een triest bericht in de media. Vorig jaar rond deze periode kregen we te horen dat dat het van 10 uur 's avonds naar 6 uur 's avonds zou gaan. En nu weer dit. Nou, ik heb er op zich niet zo heel veel problemen mee. Want ja, ik zag het al een beetje aankomen zoals ik al zei. Het wordt steeds strenger en strenger. Hou daar gewoon rekening mee. Echt waar. Binnenkort komt er gewoon in de media dat alleen siervuurwerk nog mag. Hou daar gewoon rekening mee. En of je er nou mee eens bent of niet. Ja, rij gewoon een paar kilometer over de grens en sla wel die Romeinse kaars in. Ja, even gewoon een update. Gewoon los van de update wat vandaag is gekomen vanuit de media. Ik ben veel bezig met het bewerken en maken van en uploaden van video's voor het komend seizoen. Er staan al heel veel video's al geüpload die nog niet online zijn. Dus ja, hou sowieso ons kanaal in de gaten. Want echt serieus, wij komen echt met hele zieke video's, series, echt waar. 2015 wordt gewoon ons jaar. Ik zal er even één uitpakken. Deze dingen worden ook verboden. Let maar op.